Hallo allemaal en weer welkom bij een nieuw verhaal uit de collectie van Rijksmuseum Boerhaven. Vandaag gaan we het hebben over piskijkers en heelmeesters. Want wat is er nu zo aardig aan die piskijkers en heelmeesters? We hebben nu heel veel informatie, komt ons tot ons over allerlei tests die gedaan worden aan bloed en serum van patiënten. En die tests hebben natuurlijk ook een hele lange geschiedenis, zoals je nu wellicht wel kunt aannemen. En dat is ook zo. Want in onze collectie, sterker nog in de vaste expositie, daar hangt een prachtig schilderij. Het maakt deel uit van een vierluik. En dit is een detail van het eerste schilderij uit de serie De Vier Gedaanten van de Arts. En wat je hierop ziet, is een Christusfiguur. Die moet eigenlijk een arts voorstellen. En die heeft een glazen fles in zijn hand. En in die fles, daar zit urine. Zo'n fles wordt ook wel urinaal genoemd. In dat bekijken van die urine, dat was een van de tests die men ook al in de 17e eeuw dus deed. Om te kijken of iemand ziek was. Een van de ziektes die men daar aan de hand van urine kon vaststellen, was bijvoorbeeld suikerziekte. Iemand die suikerziekte heeft, daarvan smaakt de urine zoet. Kun je voorstellen dat het is niet alleen maar gekeken, maar er werd ook naar aan de urine geproefd. Die chemie, dit is een heel mooi voorloper van die chemie, maar die gaat eigenlijk nog wat verder terug, namelijk naar de alchemie uit de 15e, 16e eeuw. Hier links op het plaatje zie je zo'n alchemistisch lab. Hele fantasierijke omgeving waarnaast het koken van bijvoorbeeld lood, om dat om te zetten in goud. Ook allerlei rituelen werden uitgevoerd. Je ziet hier op het plaatje, zie je de alchemist voor een soort huisaltaar, ja, misschien hogere machten aanroepen of inspiratie opdoen. Muziekinstrumenten staan op dit plaatje ook om de verschillende kunsten te benadrukken, dat zo'n alchemist eigenlijk ja, toch wel een man van van de wereld was. Het plaatje aan de rechterkant, daar zien we een aantal voorwerpen die gebruikt werden. Eigenlijk moet je voorstellen dat zo'n alchemistisch laboratorium, daar werd vooral heel veel gestookt en borrelde. En die instrumenten die daarvoor gebruikt werden, daar hebben daar ook wel veel mee te maken. Dus die retorten die je hier ziet van glas, daar werd vloeistof in gekookt. Je had ook aardewerken, bakken, pannen waarin gestookt werd. Nou, die alchemie die heeft wel een stevige bodem toch ook wel gelegd onder de moderne chemie. Maar daarvoor moest dat wel een beetje veranderen. Zeker als het gaat om de klinische chemie. De chemie die in ziekenhuizen wordt toegepast. En degene in Nederland die daarvoor verantwoordelijk was, was Franciscus de Leboeuf Sylvius. De mensen die in Leiden bekend zijn, die kennen op de medische faculteit, vlakbij het LUMC, het Sylviusgebouw wel. Nou, dat is naar deze man vernoemd. Hij was de eerste medisch chemicus en hij schopte een heleboel aannames en methoden van die alchemie, schopte die uit de chemie. Hij wilde zich echt baseren op de wetenschap en de wetenschappelijke inzichten zoals die aan het begin van de 17e eeuw naar voren waren gekomen door mensen als Huygens en Newton experimenten doen en het ook allemaal netjes opschrijven en een experiment ook bedenken. Hij was de eerste die een chemisch lab opzette, wat verbonden was aan medische faculteit. En stelde ook dat ziekte gebaseerd is op processen die in het lichaam zich afspelen. Dat is later de iatrogenie gaan heten, chemie verbonden aan de geneeskunde.
En gek genoeg, hij wordt ook wel gezien, maar dat weten we helemaal niet zeker, als de uitvinder van de jenever. En dat is toch wel weer een klein beetje een verwijzing naar dat alchemistische stookhok wat we zo net gezien hebben. Dat laboratorium wat hij had, daar weten we eigenlijk vrij weinig van. We weten bijvoorbeeld niet eens meer wat hij daar nou precies in deed. Maar wat we wel weten is dat hij iemand als de bekende Boerhaave bijzonder beïnvloed heeft. Dat laboratorium waar hij mee begon, dat blijft en dat ontwikkelt zich in de loop van de eeuwen. Hij krijgt een enorme impuls in de 19e eeuw. Als er van dit soort laboratoria ontstaan, verbonden aan ziekenhuizen, er komen nieuwe meetmethoden, nieuw instrumentarium komt op. Men gaat in die 19e eeuw ook veel meer van de inmiddels moderne scheikunde incorporeren in de geneeskunde. Die moderne scheikunde die ontwikkelt zich helemaal apart van dat medische domein. Dat is nog een heel ander verhaal. Maar ook de manieren van testen en het materiaal wat getest wordt, breidt zich uit. Want naast urine wordt er ook al gekeken naar het bloed. En als je bijvoorbeeld heel eenvoudig getest die gedaan werden, dat was het kijken naar bloedbezinksels. Het bloed is samengesteld uit verschillende onderdelen en die onderdelen zijn allemaal niet even zwaar. Bloedplaatjes en bloedcellen, die kan je dan scheiden van het serum. En vandaag de dag is met name ook dat serum wat veel gebruikt wordt in analyse en onderzoek. Wat die in die laboratoria, wat daar met name in de 20e eeuw, is er een nog weer een nieuwe impuls. En dat is de automatisering. En we hebben in het museum, in de vaste opstellingen, hebben we een analyseapparaat staan uit de jaren 70 van de vorige eeuw. En dat begint al echt als een soort robot eruit te zien. Het is nog steeds zo dat dit door analisten bediend moet worden. Maar wat het grote voordeel van zo'n analyseapparaat is, is dat er verschillende bepalingen, verschillende tests tegelijkertijd op één en hetzelfde sample uitgevoerd kunnen worden. En dat er heel veel van die tests per dag gedaan kunnen worden. Dus er wordt een soort massa data geproduceerd, wat ook met de eerste computers bijgehouden wordt, geanalyseerd wordt. Dus die automatisering die gaat steeds verder. Wat we nu kunnen laten zien is dat niet alleen die automatisering, maar ook de veiligheid van die laboratoria, die heeft ook aandacht gekregen in de vorige eeuw. Hier zien we, zoals dat heet, een plaatje van een ML3-laboratorium. En dat zijn laboratoria die zijn gespecialiseerd in het onderzoek doen met ziekten. Denk aan corona natuurlijk, maar ook aan de griep of het Ebola-virus. Daar moet je allerlei voorzorgsmaatregelen voor treffen om daarmee te kunnen werken. Want je wil ook onderzoek doen naar levend virus. En dat is natuurlijk heel erg tricky, want ja, je moet zorgen dat je als onderzoeker daar niet zelf ziek van wordt. Nou, in die omgevingen, dus geautomatiseerd en met voorzorgsmaatregelen, die hebben ervoor gezorgd dat we vandaag de dag die COVID-19 tests uit kunnen voeren aan de hand van die swabjes die gedaan worden, maar ook bloedonderzoek wat uitgevoerd wordt. Nou, dit was weer in vogelvlucht binnen de 10 minuten een mooi verhaal over de geschiedenis van medische tests zoals we die vandaag de dag uitvoeren. Graag tot de volgende keer!